Yes, we zijn er. Wauw. Hier nog een beetje. Nog een lekker plekje. Hey, wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. We gaan vannacht op vakantie en ik dacht, laat ik weer eens filmen. Zoals jullie net al zagen, heb ik al wat cadeautjes voor Seb ingepakt om hem een beetje bezig te houden tijdens de vlucht en de rit die we daarna nog hebben. We gaan naar Portugal, naar Vinha da Manta. Het is een bedrijf van een Nederlands echtpaar. Ze hebben allemaal lodges en dat zijn in feite gewoon niet gewoon. Het zijn canvas tenten. En we hebben wel gewoon een bed en een keuken en een badkamer. Dus het is glamping, want in een gewoon kamperen, dat zie je mij niet zo snel doen. Het zit midden in een natuurgebied, het wordt echt fantastisch. Dus stay tuned. En ik heb straks ook nog een heel leuk nieuwtje verderop in de week. Dus blijf vooral kijken. Vannacht zal ik denk ik niet filmen. Maar morgenochtend zie je ons in Portugal. Zo, we zijn er. We hebben inmiddels de huurauto opgehaald. Echt een veel mooiere bak dan we hadden verwacht. Super tof, een mooie jeep. Sepp is achterin. Hoe gaat Seppie? Hoi. Waar ben je? Daar. En we zijn nu onderweg naar Lissabon. Gaan we lekker even ontbijten. En daarna hebben we nog een reis van 3 uur voor de boeg richting Vinha da Manta. Dus ik laat jullie zo ook even wat dingetjes in Lissabon zien uiteraard. Zo, auto is geparkeerd. Waar zouden we zijn zonder Google Maps? Want echt, wat een straatjes allemaal hier. Het is wel echt fantastisch. Het is gelukkig droog. Wel een beetje bewolkt, maar goed. Maakt het uit. Ga ik even ontbijten. Eens kijken of het een leuk tentje is. Die had ik gevonden op internet via een blog. Dus ik ben benieuwd. Nou, een paar minuten later en meneer heeft alles in zijn eentje opgegeten. Dus hè? Seppie. Sepp. Was lekker. Ja. Nou, we zijn er bijna. Na een tocht van ongeveer 3 uur. We hebben alvast even wat boodschapjes gedaan voor morgen de lunch en het avondeten. En we zijn heel benieuwd. Het is prachtig hier. Oh, toch een betere. Met een kleinere auto kunnen nemen. Nee, dit ding wordt helemaal gek. Die kei! Oh my god! Krasjes, hè? Nou ja. Gaat helemaal goed komen.
Yes, we zijn er. Wauw, wat is het hier mooi zeg. Jeetje Nina. En wat een lekker plekje. Het zonnetje begint een beetje te schijnen. Het is vandaag de allerslechtste dag van de week. Leuke dag om aan te komen. Maar we hebben hier gewoon een beetje zon. En ik ga jullie nu lekker eventjes de tent van binnen laten zien. Moment. Nou, zoals je ziet hebben we hier een lekker tafeltje om te eten. En een lekkere bank. Die bank heeft wieltjes, dus die kunnen we ook gewoon binnen zetten. Daar hebben we ook nog een lekker zonnebed. En dan lopen we hier zo de tent naar binnen. En dan loop je gelijk de keuken in. Heel simpel, basic, maar echt fantastisch. Love it. Er zit ook gewoon een koelkastje in en zo. Hier is Seb's kamer. Nou ja, kamer, alles is eigenlijk 1-1. Dan is hier Seb's kast. En dan lopen we hier eigenlijk gelijk door naar onze kamer. En hier hebben wij dan een kast. Eens even kijken. Oh, kijk eens, hartstikke veel ruimte. Om lekker al je spulletjes kwijt te kunnen. Ik dacht, ik film het even voordat het een bende wordt. Nou, dat is de achterkant van de keuken. Omdat het nog een beetje fris is, hebben we wel een gaskacheltje. Hopen dat we hem niet al te vaak nodig gaan hebben. Nou, en hier is dus allemaal leeg, maar dan kunnen we dus de tafel eventueel neerzetten, mochten we dat willen. Als het te koud is binnen, buiten en de bank naartoe rollen. Dan gaan we door. Momentje. Sorry. Ik ben een blij ei, zie je het? Volgens mij zitten er echt allemaal vlekken op mijn lens, maar goed. Dan lopen we door. Naar de badkamer. Die is buiten. Ja, buiten. Ja, is buiten. Alles is eigenlijk buiten. Scheidhok. Wastafel. En dan hierachter. Loop er even heen. Hier is de douche. Zo, en dan staat er een tijl. Een grote tijl. Waar we kunnen douchen. Dus dat is het. En dan, kijk jongens, serieus. Ik ga er even in staan hoor. Douchen met dit uitzicht. Hoe fantastisch is dat? Ik word er blij van hoor. Nou. So far de allereerste intro. Ik moet zeggen dat ik best wel moe ben na een lange dag. Het is inmiddels... Hoe laat het is hoor. 4:30 al. Half vijf. Dus ja, we waren om 3:00. Om 2:00 waren we uit bed. Dus ik heb eigenlijk niet geslapen. Het lukte niet. In het vliegtuig heb ik misschien heel even mijn ogen dicht gehad. En in de auto was Seb alleen maar aan het ouwe horen de hele tijd. Dus dat ging niet echt. Maar goed. We gaan straks lekker pizza eten. Dus dat ga ik jullie natuurlijk ook laten zien. Dat wordt lekker in de houtoven wordt dat gebakken. Oh jongens, ik ga het jullie zo meteen allemaal laten zien. We hebben een natuurzwembad. We hebben dus Menno die kookt. Jacqueline, oh wat een leuk mens. Jacqueline, je bent een leuk mens. Ik hou ervan. Het is echt, echt fantastisch. Wat een hartelijk welkom. Ik kreeg gelijk een drankje aangeboden. Seb wordt met wijde arm ontvangen. Er ligt allemaal speelgoed. Het is gewoon thuiskomen. Heerlijk. Nou, ik hou op mijn kletsen, want ik sta alweer 4,5 minuut te kleppen. Jullie zien me straks alweer. Kijk, wat nou heel leuk is. Onze spullen worden gebracht met een tractor. Komen ze aan. Hoe grappig. Kijk nou, Seb vindt dit helemaal fantastisch. Kijk, ze zitten dan.
Zo, hé. Hey, naar beneden. Hi. Woehoe. Zo. Zo, mee. Gaan we proost stoppen? Oh, Sepp. Sepp, proost. Proost, jongens. Proost. Een leuke vakantie. Een goede vakantie. Mm. Oh, lekker zeg. Lekker zeg. Chippy erbij. Mm. Goedemorgen. Morgen. Ontbijtje. Goedemorgen, Sepp. Zo, ik heb gewoon rookwolkjes die uit mijn mond komen. Zo koud is het. Ik rook weer. Heb ik begonnen roken. Kijken. Nee, je ziet het niet zo goed. Lekker geslapen, Seppie? Ja. Ja? Eerste nachtje? Ja. Het is wel een beetje koud, hè? Ja. Ach ja, we overleven het wel. We gaan lekker nog even in bedje. Gaskacheltje staat aan. Lekker nog even in bedje. Warm. Oh, echt een beetje koud. Mijn eerste nacht was niet al te best, helaas. Maar goed, het is altijd even wennen. Hey. 10 keer wakker geweest. Koud, warm. Hey. Dat is wel echt heel fijn. Er zit een, hoe heet dat? Een warme deken, zo'n elektrische deken onder ons, in ons bedje. Dus dat is heel fijn, maar toen werd ik weer wakker, want het was weer te warm. En elk half uur gaat een of ander muziekje aan. Geen idee waar dat vandaan komt. En om 12 uur was de vuurwerk. Even vragen of er gisteren een speciale dag was of zo, maar goed. We gaan er weer wat van maken vandaag. Het is trouwens, hoe laat is het? 5:30? Waarom 5:00 wakker? Oeps. Wat gaan we doen, Sepp? Op pad. Wat zeg je? Op pad. Op pad? Even de buurt verkennen. Let's go. Let's go. Zoals je zag waren we net kersen aan het plukken. Er staan hier her en der verspreid over het terrein allemaal kersenbomen. En die mag je gewoon plukken, want het zijn er zoveel. En lekker dat ze zijn. Als ze rijp zijn dan natuurlijk. Lekker, Seppie? Ja. Ga ik beginnen met koken. Ik maak een pasta salade met gebakken groentes, tomaatjes, feta en basilicum. Dus ik ben lekker bezig. We hebben wel een klein pitje. Ik zal het even laten zien.
Hier hebben we ons gasstelletje. Maar dat duurt wel even voordat het water aan de kook is. Dus het staat al een half uur op ongeveer. Maar dat geeft helemaal niks. We have all the time of the world. Zullen we het maar zo zeggen. Sepp en Bert zijn lekker even aan het voetballen buiten. Sepp zonder voetbal op vakantie, dat kan natuurlijk niet. Die gozer is echt totaal ineens helemaal into de voetbal. Superleuk hoor. Ik hou zelf alleen niet zo van voetbal. Maar goed. Ach ja, hoort erbij hè. Zullen we dat maar zeggen. Ja. Is echt zo fijn om hier te zijn. Sepp is trouwens echt... Sepp is trouwens echt helemaal fan van oma. Die mama vindt oma zo lief. Oma is de moeder van Jacqueline. En die is hier nu voor een paar weekjes over. Dus die gaat tegelijk met ons weer naar huis. En Sepp is helemaal fan van haar. Dus ze gaat die elke keer opzoeken en dan tegen de aankletsen. En van de vanochtend al gehaald is even gewandeld met Sepp. Die lekker, of Bert had even Sepp met Sepp gewandeld. Had die kersen voor de geplukt, weet je, dat soort dingetjes. Heerlijk. Het is verder niet een heel inspirerend recept hoor, dus dat ga ik niet met jullie delen. Het is gewoon lekker simpel vakantie eten. Lekker alles bij elkaar mikken en gewoon genieten. Van niet al te druk bezig zijn. Waarschijnlijk ga ik van de week ook nog met Menno een keer de keuken in. Menno koopt 3 keer per week. Op de maandag, woensdag en de vrijdag. En dan kan je je voor inschrijven en dan kan je lekker mee eten. 3 gangen diner. Dus ik ben heel benieuwd. Dus morgen gaan we dat doen. Even kijken hoe dat gaat zijn. We gaan natuurlijk ook wel hier de cultuur nog een beetje ontdekken. Van de week gaan we even een beetje op zoek naar een leuk restaurantje waar we misschien kunnen eten. Maar dat gaan jullie allemaal nog wel zien. Ik ga nu even lekker verder met koken. Goedemorgen. Het is inmiddels 10:30, geloof ik. Ja, 10:30. Best wel een oké nachtje gehad, gelukkig deze keer. Net lekker ontbeten. Weer even een beetje maquillage opgedaan. En we gaan vandaag lekker even op pad met de auto. We gaan naar het Stuwmeer. En daarna rijden we naar een dorpje waar ook een wollenfabriekje zit. Waar we even gaan kijken. En verder zien we net wel wat we nog allemaal tegen gaan komen. Ik neem jullie mee. Naar de sneeuw. Wat zeg je? Naar de sneeuw. Gaan we naar de sneeuw? Oh ja. In dat dorpje. Vertel het dan even. Vlakbij dat dorpje is ja. een berg. Die is 1985 meter. Daar schijnt sneeuw te liggen. En de koning van Portugal ooit, die vond dat de top eigenlijk wel op 2000 meter moest liggen. Dus toen is er een toren gebouwd bovenop die berg van precies 15 meter. Waardoor de top dus, het hoogste puntje van Portugal, dus precies 2000 meter is. Nou, dan gaan we even kijken. Hartstikke leuk. Gaan we nameten of dat klopt? Had ik eigenlijk helemaal nog niet laten zien wat voor auto we eigenlijk hebben. Ik had wel gezellig gezegd dat hij asociaal groot was, maar dit is hem dus. Een Jeep Renegade. Lekker comfortabel. Ik vind het toch heerlijk om gewoon in de natuur te zijn en je nergens druk over te hoeven te maken. In ieder geval het feit dat je misschien, alleen het feit dat je hijgend boven ook aankomt of zo. Ja, Sepp? Is dat te doen? Ja. Kunnen we beter zo gaan? Ja, oké. Okay. Ja, hoger kan je niet zeker. Huh? Kan niet hoger. Oké. Nemen we die route. Hé, hey, wat is dat nou? Een schommel! Ik ga andersom. Ga je andersom? Ja. Oh ja?
Eén, de tweeën. Laat eens zien hoe goed jij dat kan. Goed zo. Gaat je hard? Je gaat hartstikke hard. Ik ben een beetje langzaam. Nu ben ik een beetje langzaam. Ja. En nu ga ik een beetje hard. Je kan beter naar achter zoals mama gaat, zeg maar. Als je zo staat. Oh, oh. Ja. En zo naar achter. Ja. Dan zet je jezelf af. 1, 2. Hoppa. En aan met je benen. Goed zo. Zo, we hebben het hoogste punt bereikt. Net al een beetje hebben gezien, was het echt fantastisch. Oh jee, oh jee. Bert van Buren. Potverdikkie. Zeg gewoon naar papa dan. Nou, doe maar niet die vieze sneeuw hoor, Seb. Zullen we nog even naar het uitzicht gaan kijken? Ja. Ik heb geroosterde worteltjes. Komijn en koriander en een tahini yoghurt. Dan is dit een salade met rauwe asperges, geschaafde kaas en wat walnoot. Een komkommer salade met een beetje tzatziki-achtig, met yoghurt en knoflook. Dan heb ik gevulde kippen, want dat vond ik eigenlijk wel leuk, want er zitten heel veel kersen in. Ik heb er heel veel ontpit, maar degene met het steeltje, daar zit nog een pitje in. Maar het is ook gevuld met bulgur en kersenmengsel. Die zijn allemaal ontpit. Dus als er een steeltje aan zit, moet je voorzichtig zijn. Ja, toch? En ik heb ook nog wat geroosterde aardappels gemaakt. Want ik dacht, ja, al dit geweld, misschien gaat dat niet goed daar. En dan is er altijd kip met gebakken aardappels. Ja, en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk best wel heel veel materiaal is wat ik heb. Dus bij deze, dit was deel 1 van de vlog. Ik moet heel even kijken hoeveel hoeveel delen het gaan worden. Maar dit was in ieder geval deel 1. Bedankt voor het kijken en kijk vooral eventjes binnenkort naar het volgende deel of delen. Ik denk dat het 3 delen gaan worden, want het is al best wel heel veel en allemaal een beetje veel om achter elkaar te kijken. Maar bedankt voor het kijken nogmaals. Doe een duimpje omhoog. Klinkt zo lekker cheesy, hè? Abonneer je hieronder op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven. En tot de volgende.